Ondernemer van de Maand zijn we vandaag te gast bij De Leest. De Leest kent u vanuit de Zandstraat. Is een bedrijf van schoenreparatie, maar ook voor CQLOC, de inbraakpreventie. Naast mij de eigenaar Jan de Bu. Jan, waak voor inbraak. Dat is een landelijk thema. Wat kun je daaraan toevoegen? Waar moeten de mensen op letten in kader van waak voor inbraak? Wat heel erg belangrijk is dat mensen op een gegeven moment eens goed in hun huis rond gaan kijken. Zeker in deze tijd als het weer wat donkerder begint te worden. Aan de buitenkant van het huis of de dode punten in het huis, wat vanaf de straat niet goed meer te zien is, dat die goed verlicht zijn. Dat doe je meestal door detectiemelders en met lichtsensoren. En wat belangrijk is in het huis zelf. Heel veel mensen denken van, we hebben bijvoorbeeld, we hebben dat niet nodig, want we hebben rolluiken. Rolluiken zijn niet altijd afgesloten, dus rolluiken tel je niet mee in een beveiliging van je huis. Daarbuiten is het heel belangrijk dat je zorgt dat iedere opening in het huis, dat heet dan een gevelopening, dat die beveiligd is, om het maar zo moeilijk mogelijk te maken, omdat er iemand naar binnen kan. Nou. Als je nou begint, je komt je eigen huis binnen. Meestal is het door de voordeur. Waar moeten ze op letten? Wat zijn dan de zwakke punten in een huis? De zwakke punten in een huis zijn inderdaad de voor, dan wel de achterdeur. De achterdeur meestal, omdat die meestal aan de tuinkant zit. En dat je van de straat af het niet meer kan zien. Dus als er iemand wil inbreken, zal die eerder een tuinkant nemen, een achterkant, wat ook meestal dichtgegroeid is en dergelijke. Nou, wat je dan moet kijken, je doet de deur open en dan ga je eens kijken van wat voor slot heb ik erin zitten. Nou, daar kan ik wel eens een voorbeeld van laten zien. Ik pak hier eventjes een slot. Een compleet slot bestaat uit een goedgekeurd slot. Dus dat heet een insteekslot. Daar kan je vanuit de kader van de Stichting Kwaliteitskeuring Gevelelementen, staat daar een sterrensysteem op. Op een achterdeur en een voordeur behoort een twee sterrenslot te zitten. Nou, en dat, als je alleen een slot erin hebt zitten, is dat niet voldoende. Want er moet een compleet geheel zijn met het beslag. Want aan de buitenkant, dit heet beslag. Beslag is, voorkomt het afbreken van de cilinder, wat dus heel vaak voorkomt. De cilinder mag nooit meer uitsteken dan maximaal 3 mm. Gebeurt dat wel, wat vaak bij oude beslagen zo is, dus die dunne plaatjes. Dan krijg je het probleem dat men op een gegeven moment kan de cilinder kan afbreken. Dan krijg je dus twee delen. Het middenstuk van de cilinder waar de schroef in zit, is een zwak punt. Nou, en als je de inbreker de kans geeft om daar een bakeltje of een ander instrument op te zetten, breekt hij af en dan kan je met een schroevendraaier zo naar binnen toe. Zijn dat ook de methodes die de inbreker gebruikt door het afbreken van de cilinder? Ja, veelal wel, omdat het relatief, het maakt geen herrie. Het is makkelijk, het is gewoon een bako erop zetten, kwartslag draaien en dan breekt hij in tweeën. En dan valt het binnenste deel, dat is het enige wat herrie maakt, het binnenste gedeelte valt meestal op de mat. Nou ja, dat is dan niet zo heel erg, maar is goed te doen. En dan kunnen ze zonder problemen, ze hoeven niks meer kapot te maken, kunnen ze zo naar binnen toe. Nou, om dat te voorkomen, moet je altijd even kijken of je aan de buitenkant, de binnenkant is minder belangrijk, de buitenkant is een goede bescherming op je cilinder hebt zitten. Dus hij mag niet meer dan 3 mm uitsteken. En het moet ook niet afschroefbaar zijn, dus er mogen geen schroeven zitten. Nou, dat is al één deel, maar wat ook heel erg belangrijk is, als je goedgekeurd slot hebt, dan moet je namelijk ook, dat kan ik hier even laten zien. In het kozijn hoort een stalen kom te zitten. De stalen kom die sluit de delen van het slot sluit die op. Want hij moet dan 2 centimeter in het kozijn zitten. Als je dit is één geheel. Als je dit combinatie zo compleet hebt, dan heb je een goed beveiligde deur. Waak tegen inbraak. Als de mensen na dit interview gezien te hebben zeggen, nou, ik denk dat ons huis daar toch wel van aanmerking komt. Hoe gaat het in zijn werk? Kunnen ze u bellen en wat gaat u erheen of hoe gaat dat? Ja, zeker. Mensen kunnen altijd contact met me opnemen. Ik maak dan een afspraak met diegene en het liefst voordat er ingebroken is, want 9 van de 10 keer komen wij na inbraak en dan heb je gedupeerde mensen en tranen in de ogen en had ik het maar eerder gedaan. Je kan beter eerst nou eens even een rondje maken door je huis en zeggen van nou ja, ik heb niet zo'n goed slot erin zitten of inderdaad aan de buitenkant steekt mijn cilinder zo'n stuk uit. Bel gerust, maak een afspraak en dan kom ik langs en dan lopen we samen het huis door en dan kunnen we kijken wat we die mensen kunnen doen.